Dus bijvoorbeeld, ik heb een keer gehad op set dat ik gewoon een normale scène had. En we zijn bezig en nog geen 2 minuten probeert deze man gewoon al zijn vinger in mijn reet te steken. Ik zeg, sorry, 1, dat wil ik niet. 2, dat hebben we niet afgesproken. Bizar toch? Hoe makkelijk we soms weg kunnen kijken van dingen waarvan we weten dat ze niet in de haak zijn. Of het nou gaat over onze kleding, voedsel of dus porno. Want uit onderzoek onder 15.000 pornokijkers blijkt dat ruim 2/3 van pornokijkers in Nederland weet dat er misstanden zijn in de porno-industrie. Iets meer dan de helft heeft zelfs wel eens porno gezien die niet helemaal goed voelde. En toch komt het niet in ons op dat dit beter kan. En blijft porno onze blinde vlek. Het is tijd voor meer bewustzijn en vooral eerlijke porno. En die porno die ga ik zelf maken, zodat jij eens gewoon lekker zonder schuldgevoel kan genieten. Deze week leer ik wijze lessen van pornoactrice en content creator Trixie, die de schaduwkant van porno van heel dichtbij meemaakte. Leuk blusje. Wat leuk om daar op niks onder aan te trekken. Toch een beetje open en heel lekker spannend. Ja. Moet die op ooghoogte of borsthoogte? doe maar poeshoogte. Poeshoogte? Ja. Yeah. Hey, wat is eigenlijk een beetje de shoot van vandaag? Wat gaan we doen? We gaan content schieten voor mijn OnlyFans. Ja. Meestal als ik zo'n locatie als dit heb, doe ik altijd een beetje verschillende dingen. Zodat ik ook verschillende dingen kan aanbieden. Dus ik heb echt van hele casual, brave setjes tot... Ja, kan je denk ik wel raden. Gaan we ook helemaal de kinky kant op? Nou, als jij daar zin in hebt, dan kunnen we dat zeker eens doen. Maar hoe zien dan nu een beetje jouw werkdagen eruit? Ik werk wel 5 à 6 dagen per week. En... Zo. 2 keer op een dag doe ik cammen. Dat is per sessie 3 uur, dus 6 uur op een dag. En eigenlijk daartussendoor doe ik ook nog al mijn OnlyFans werk. Dus content maken, editen, berichtjes beantwoorden, persoonlijke content maken, die wordt aangevraagd. Dat doe ik nog allemaal dan tussen het cammen door. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een paar banen in één? Eigenlijk werk ik 2 fulltime jobs, ja, op het moment. Wat vertel eens wat jij nou echt het leuke vindt aan dit, aan sekswerk. De vrijheid die het me geeft, want ik bepaal zelf wat voor content ik schiet, hoe vaak ik het schiet, hoeveel ik maak. Ik heb echt mezelf kunnen exploren met alles wat met seks te maken heeft en dat vind ik gewoon geweldig. Het heeft mij echt heel veel zelfverzekerdheid gebracht. Dat vind ik heel mooi. Ja, oké, dan is het licht klaar. Top. Make-up. Make-uppie. Doe maar. Bon. Ja, er suiker in. Lekker. Oké. Nou, super lief, dankjewel. Hostie. Hoe ben je eigenlijk hier zo mee begonnen? Ik begon heel braaf met gewoon lingeriefoto's. En dat ging eigenlijk steeds een stapje verder en weer een stapje verder. Tot aan het moment dat ik na een jaartje of 1, 2 ook met mijn vriend daarop amateurporno ben gaan maken. En eigenlijk beviel dat wel heel erg goed en de reacties waren ook ontzettend leuk. En toen ging het toch door mijn hoofd spelen van zou dat niet heel erg leuk zijn om dit misschien professioneel op te gaan pakken? Dus, als in een film? Als in echt een professionele pornofilm. Dus uiteindelijk na wat gegoogeld stond ik 1,5 dag later al op set. Oeh. Dat is heel snel gegaan. Jeetje. Ja, jij tikte in op Google. Hoe word ik een pornoster? Ja, echt? Oh, dat vind ik wel echt heel schattig. Ja, maar wat moet je dan doen? Ik heb geen idee. En wat gebeurde er dan toen je dat zo googelde? Je had wel een beetje de grote Nederlandse producties met meld je hier aan voor een film. Nou,
dan doen we dat wel. En we gaan wel zien of ik misschien een keer een belletje krijg. En dezelfde avond kreeg ik al dat belletje. Jeetje, had je dat verwacht? Dat dat zo snel zou gaan? Nee, had ik echt niet verwacht. Ik dacht echt van, nou, die hebben zoveel aanmeldingen, zoveel keus. Waarom ik, weet je wel. En nou, toch kreeg ik dat belletje. En het liefst hadden ze me de volgende dag er al gehad. Nou, toen kon ik niet. Oh ja? Maar ja, het is wel echt, echt heel snel gegaan. Maar en als je daar nu op terugkijkt, hoe vind je dan dat dat zo snel ging, dat moment? Van aanmelden tot aan daadwerkelijk op beeld het doen? Nou, eigenlijk vrij logisch, want de industrie in Nederland is niet echt gigantisch groot. En het is voornamelijk dat ze een overvloed aan mannen hebben, niet aan vrouwen. Dus als man, ja, dan kan je op een auditie een keertje komen als ze dat hebben met nog heel veel andere mannen. En als vrouw, je ziet er een beetje leuk uit, je hebt een leuke motivatie, nou, kom maar langs, want we hebben je nodig. Ja. Ja. Wat zijn een beetje de valkuilen? Wat zijn de beginnersfouten, denk je? Ja, je denkt toch van, nou, ik kan toch wel hiermee heel snel geld maken. En als jij dan ineens heel veel aanbiedingen krijgt, wil je dat gewoon zoveel mogelijk aan gaan pakken. Maar je moet altijd echt research doen van, waar kom ik nou eigenlijk in terecht? Want ja, als ik dan inderdaad een berichtje krijg van, hey, ik ben die en die, wil je een film met mij maken? Dan zeg ik, nou, laat je website maar zien. Ja, nee, die heb ik niet, want ik ben nog maar net begonnen. Ik zeg ook, nou, heb je misschien referenties? Nee, die heb ik ook niet. Ik ga met jou beginnen. Ja, dan weet je al van, nee, deze man, die wil gewoon een escortje boeken en die doet gewoon alsof hij een producer is. Dus altijd checken. Dat moet je altijd doen. Het is toch ook wel bizar eigenlijk, dat je dus dat er zoveel gewoon een beetje loesje zaakjes op de loer liggen? Eigenlijk wel, maar dat is het hele ding. Het is een hele kwetsbare industrie waar we in zitten. En daar zijn gewoon helaas heel veel mensen die daar gewoon misbruik van maken. Ik moet ook echt aan de bak voor mijn eigen ethische pornofilm. Maar voordat ik de pornoscene induik, eerst maar beginnen op voor mij bekend terrein. Mijn eigen collega's. En wel het fixen van iemand achter de camera. En het zou natuurlijk heel makkelijk zijn als we daar onze eigen mensen van Spuiten en Slikken voor zouden kunnen gebruiken. Maar Meta, die filmen natuurlijk dit. Dus als zij dan dit aan het filmen zijn, hebben we geen mensen meer om de pornofilm te draaien. Dus ja, dat moet wel echt iemand zijn dus die niet bij Spuiten en Slikken zit. Dus ik ga maar gewoon random mensen opbellen. Hey, hallo schat. Hoi, met Jurre. Hey Jurre. Hey Timmy. Ik heb even heel kort een vraagje. Hoe sta jij tegenover het filmen van een pornofilm? Voor Spuiten en Slikken. Ja? Ik vind het algemeen. Nee, voor Dit is niet voor privégebruik. maar dan gaan wij... Oké, ik heb heel veel vragen. Ja, dat snap ik. Wanneer is het? 7 juni. Ja, ik zit nu echt, zeg maar, op deadlines, dus ik, ja. Oh, nou, dan is het niet zo handig, toch? Ga jij daarin spelen, of Zou je willen dat ik daarin speel, Timothy? Dat lijkt me helemaal gemakkelijk. Nee. Ja, dat zou me wel nog gelijken, ja. Ja? We draaien hem al 7 juni, dus dat is aankomende woensdag. Ja, kijk, kan jij? Ben ik er gewoon niet. Nee, dan ben ik er gewoon niet. Oké, nou, super. Dan zit ik gewoon in het buitenland. Oké. Nou, dan is het inderdaad niet mogelijk. Ik zit wel helemaal vol in mijn agenda, dus het is niet dat het kan. Nee, het lijkt me wel leuk, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Maar ik check het nog even, ja? Oké, nou, laten we dan even contact houden en ik ga ondertussen wel nog even verder bellen, goed? Ja, is goed. Succes. En ik laat je weten, ja? Ja? Jeetje, het is gewoon überhaupt al vaak moeilijk om cameramensen te fixen. Laat staan voor een pornofilm. Oké, wie hebben we nog meer? Iemand een idee? Wat heb jij ook wel eens iets vervelends meegemaakt op een set? Oh ja. Oh ja? Veel ja. Dingen? Nou, wel een aantal dingen die wel gewoon impact maakten op het plezier wat ik erin had, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ik heb een keer gehad op set dat ik gewoon een normale scène had. En we zijn bezig en nog geen 2 minuten probeert deze man gewoon al zijn vinger in mijn reet te steken. Ik zeg, sorry, 1, dat wil ik niet. 2, dat hebben we niet afgesproken. Ja. En ik zeg hierbij gewoon nee. Oké, is goed. En 2 minuten later probeert hij het gewoon weer. En dat is echt een stuk of 4, 5 keer zo gegaan, heel boos geworden. En toen deed hij het nog een keer. Irritant. Ja, dat was echt, ja, toen ben ik ook echt uit mijn slof geschoten.
Wat ik überhaupt stoer vind, dat je dat überhaupt durft, denk ik. Want ik denk ook dat je gewoon misschien kan denken van... oh, dat hoort bij mijn werk en ik hou mijn mond. Ja, er zijn wel mensen die dat sowieso doen. Want de verleiding is er wel. Want je zit daar wel van, ja, ik kom scène maken... en ik wil het gewoon chill hebben met degene waarmee ik het opneem. Ja. Dus niet daar boos gaan doen. Ja, je moet wel je scène afmaken, want anders krijg je geld ook niet. Want er is geen scène. Dan krijg je dat probleem. Maar ja, en toen? Ja, toen is de producer ook echt uit de slof geschoten van... die zei van... sorry, zij zegt nu, weet ik het hoe vaak, nee, waarom blijf je dit doen? En zijn letterlijke reactie was, ja, sorry, het is te verleidelijk, dat is toch gewoon lekker? Terwijl ik zo vaak nee had gezegd. Ja. Nou, dat vond ik echt, echt oprecht te bizar voor woorden. Ja, hoe kan je het dan nog lekker vinden om te doen, überhaupt? Nou, en is dat, denk je, een ding? Dus consent op pornosets? Want het is natuurlijk ook, je bent gewoon aan het neuken. Ja, zeker, maar ja. Consent hoort overal te zijn als je aan het neuken bent. Want iedereen heeft zijn grenzen. En je, ja, net zoals dat iemand, weet ik het, achter de kassa werkt... en die wil ook met plezier naar zijn werk gaan... zo wil ik ook met plezier naar het werk toe gaan. Kijk, ik doe dan wel sekswerk... maar er zijn ook dingen die ik niet wil. En tuurlijk, dat betekent niet van, nou, je doet sekswerk... dus je vindt alles maar lekker. En dat is wat heel veel mensen wel denken. Nou, een van de redenen dat de porno-industrie bij MeToo buiten schot is gebleven... is dat het een onderwereld is waar we eigenlijk niet over praten. 80% van de mensen kijkt wel porno. Maar het is niet zo dat we ons er verder voor interesseren. Bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van misbruik in de porno-industrie... interesseert de meeste mensen helemaal niets. En ook overheden zijn er eigenlijk niet echt mee bezig om te reguleren. Veel mensen vinden als je eenmaal voor het vak hebt gekozen... dan moet je ook niet zeuren wanneer je bijvoorbeeld op een pornoset verkracht wordt door de regisseur. He, dingen die bij een andere organisatie absoluut niet zouden kunnen, dan kun je meteen protesteren en dan wordt daar verontwaardigd op gereageerd. He, alsof pornoacteurs eigenlijk hun waardigheid hebben achtergelaten zodra ze de pornostudio betraden. He, en alsof je dan maar alles met ze kan doen wat je maar wilt. Want er is dan niet een soort van intimiteitscoach bij? Nee, zeker niet. Sterker nog, ik heb ook meegemaakt dat als ik dan... camera's zijn uit, ik heb pauze. En dan komt de acteur ineens op mij aflopen met zijn pik van... hey, kan je nu nog even lekker aan likken of zo? Ik zeg, nou, nee, ik heb pauze. Camera's staan uit. En dan vond de producer het normaal dat ik dat eigenlijk ook deed. Want dat zou de intimiteit erin houden. En dan zorg ik dat hij ook lekker warm blijft en lekker hard blijft. En, dus ja. Van de producer moest je dat dan nog doen? Nou, dat zei hij wel dat dat eigenlijk heel normaal is. Maar nee, dat is het niet. Als er geen camera draait, maak ik ook geen porno. Ja. Daar kom ik voor. Ik kom om een scène te maken en niet om iemand privé te bevredigen. Dan zou ik wel escort doen, maar dat doe ik niet. En je zou toch ook eigenlijk denken, juist bij porno... dat daar zoveel consent zou moeten zijn. Ja. Maar dat is er dus gewoon totaal niet. Nee, er zijn gewoon enkele good guys ertussen... die zelf naar je toe komen van... hey, we gaan een leuke scène maken. Wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? Waar kan ik op letten? Maar de meesten die komen daar gewoon van... nou, ik ga even een scènetje maken en ik kom lekker neuken. Dat is wel wat er gebeurt. Terwijl ja, je kan toch veel lekkerder neuken... als je weet wat iemand plezierig vindt en wat niet. Ja. Maar daar wordt gewoon niet aan gedacht. En dat vind ik heel erg zonde. Jamie. Hallo, leuk dat je bent. Ik wil alles met jou draaien. Oh schat, ja, dat is hartstikke lief. Maar ik hoop ook vooral dat je dit wil. Hoe zou jij het vinden om een pornofilm te draaien? Oh, zo. Bijzondere vraag. Ik neem mijn woorden terug. Ja, dat zou ik wel vet vinden. Ja? Ja, ik ga geen pornofilm draaien. Nee? Daar zou ik nog wel even over na willen denken, denk ik. Oh my god, yeah! Look at you! Je bent een soort bloem, een soort leren sexy bloem. En je wil juist een beetje rood op je bil? Ja, ik rood, rood, rood. Waarom moet je één keer even om echt met de vlakke hand en staat je hand erop? Ja? Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Ja, nu komt die hand. Ja, oké. Kijk eens echt zo van, oeh, je hebt me pijn gedaan, trut.
Ja. En toen jij zeg maar net een beetje begon met pornofilms, wist jij toen ook waar het weggezet zou worden? Nee, zeker niet. Het staat alleen in je contract dat je portretrecht tekent, dus dat jouw beelden mogen worden gebruikt, dat je niet gedwongen bent om deze scène op te nemen en dergelijke, maar vooral dat jouw beelden gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld hun website. Ja. Echter, wat ik alleen heb meegemaakt, is dat ik inderdaad helemaal in het begin, was denk ik echt mijn tweede of derde scène die ik ooit deed. Dacht, nou, leuk scène, doe dat even. En uiteindelijk is dat de sexy buurvrouw reclame geworden op Pornhub. Zonder dat ik er wat vanaf wist. Echt? Ja, echt waar. Ik wist er echt niks van. Dan werd je dus vanaf. Gewoon gebruikt als een soort van promoreclame voor een filmpje. Continu als jij iets op Pornhub aandrukt, dan zie je meteen mijn kop in beeld met sexy buurvrouw is een scam. Meteen. What? Meteen. En ik wist dat niet. Dus mijn Instagram, alles stond helemaal op trippen daarna. Van ben jij? Dat zeg, wat ben ik? Ja, in de Pornhub reclame. Sorry. Ja, en toen kwam ik ineens achter dat ik vol op Pornhub sta. En denk van nou, vind ik niet erg. Maar dan had ik veel meer voor die scène gevraagd dan dat ik eigenlijk gekregen heb. En hoe lang is dat zo gegaan, die reclame? Die is er nog steeds. En het is al anderhalf jaar geleden dat ik hem heb opgenomen. Vind je dat het niet, gewoon want wij zitten daar nu best wel makkelijk over te kletsen, maar vind je het niet een vrij bizar idee dat dat gebeurt? Ik heb er ook heel lang mee gezeten hoor. Had mij iets gemeld hierover, want ik word zo erin gegooid en ineens sta ik daar overal. Iedereen kan het zien. Plus het is blijkbaar, dat wist ik niet eens, een gigantische grote meme geworden. Ik denk van ja, ik ben niet eens voorbereid hierop of iets. Het is niet met mijn toestemming gegaan, dat vind ik heel erg zonde. Want het is niet dat ik er niet voor open stond, maar er wordt gewoon heel sneaky mee omgegaan. En heb je er iets aan geprobeerd te doen? Of kan dat gewoon helemaal niet? Nee, want ik was geblokkeerd op WhatsApp met degene waar ik contact mee had. Dat was een buitenlands bedrijf, was dat. En ja, porno kan je al helemaal niet bereiken. Dat is zo gigantisch groot. Een film is nooit uitgebracht. En is dat een ding? Dus dat er mooie verhaaltjes worden verteld? Oh, zekers. Was ik zelf voor gewaarschuwd in Praag. Dat je wordt geboekt voor een normale scène door een producent. Dan ga je er naartoe. En dan zeggen ze doodleuk, nou, we gaan vandaag een anaalscène opnemen. Oh. Dan zeg je, nou, sorry, ik heb al aangegeven dat ik dat niet doe. Dat is mijn grens dat ik dat niet doe. Ja, dat is jammer, we hebben je geboekt voor een anaalscène, dus we gaan het nu gewoon doen of je krijgt geen geld. Oh ja? Daar ben ik dan echt heel veel voor gewaarschuwd dat het heel veel met nieuwe meisjes gebeurde. Want die durven dan geen nee te zeggen. Want je bent daar helemaal naartoe gegaan op eigen kosten. Om hopelijk wat lekkere centen te verdienen. En dan gebeurt zoiets, dan durf je misschien bijna geen nee te zeggen. Ja. Want het wordt zo gepusht. En dan doen ze dus bijna alsof het een soort van communicatiefoutje is. Ja. Wat niet vanuit jou mis is gegaan. Nee, gewoon ja, sorry, als het is gebeurd, sorry. Maar we staan hier nu met een anaalscène. Er staan allemaal mensen klaar voor jou om een productie te maken. Dus wat gaan we doen? Dan moet je wel echt stevig in je schoenen staan. Om dan als enige dame misschien ook wel te moeten zeggen van dan doen we het niet. Ja, maar vooral als het dan een hele grote productie is waar weet ik het hoeveel cameramannen zijn. Visagie, tegenspeler. En dan moet jij dat allemaal gaan afblazen. Omdat jij dat niet wilt. Ja. Dan moet je heel stevig voor in je schoenen staan. En plus, je gaat ook zonder geld weer weg. Maar en waarom denk je dat die pornowereld zo ongereguleerd is? Waarom moet het allemaal zo rommelig? Omdat er zo'n enorm stigma erop zit. Dat is ook het ding. Als jij porno gaat doen en je denkt van nou, het is leuk geweest. Ik ga alweer wat anders doen. Je komt nooit meer aan een normale baan. Je kan nergens solliciteren of wat dan ook. Dus eigenlijk moet je dit soort werk wel blijven doen, want anders heb je niks meer. Ja, dus je kan er gewoon niet uit. Als je er eenmaal in gaat, dan kom je niet meer terug, nee. En dan gelukkig zijn er nu nog dingen zoals OnlyFans en dergelijke, wat je dan wel kan doen. Maar ja, daar blijft het wel een beetje naar, want ja, er zijn niet heel veel mensen die als jij op sollicitatiegesprek komt en die vogelen uit dat jij porno of sekswerk of wat dan ook doen, ja, dan zeggen ze ook van waarom zou ik jou aannemen? Ja. Wat is nu het pleziertje van vandaag? Waar gaan we ons op focussen? Ja, eigenlijk verschillende dingen. Het kan van casual tot aan inderdaad lekker een beetje SM-achtig, een zweepje of zo. Ja. Oké, dan ga ik alvast mijn zweepslag oefenen. Goed? Helemaal goed. Doe dat maar. Kom jij zo? Je hebt dadelijk je examen. Oh. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy.
echt een musical droomvlucht nu. In real life, maar dan sexy. 18 plus versie. Ja, kijk eens. Mooi toch? Prachtig. Oké, maar wat vind jij nou dat er eigenlijk nu echt nog moet veranderen in de industrie? Sowieso is het een goeie om een intimiteitscoach altijd erbij te hebben. En ja, betaal voor je porno. Want daardoor zorg je ook dat de porno-industrie blijft draaien. Iedereen heeft geld nodig. Iedereen moet de brood op de plank krijgen. En ja, wordt er niet meer betaald voor de porno? Is alles gratis? Dan gaat niemand meer een productie maken of erin spelen. Ja, nou ja, indirect betaald te kijken het nu, natuurlijk nu door het belastingsgeld. Dus dat is ja, wel... Dat scheelt wel, maar ja. Dat is betaald voor de porno. En ja, dat is gewoon het punt. Betaal ervoor, want anders is er dadelijk geen industrie meer. Ja, en ik ga ook straks mijn eigen film maken. Heb je nog tips voor mij? Ja, sowieso is het heel belangrijk om consent door te nemen. Dat je van tevoren weet wat vindt iemand fijn, wat vinden ze ook weer niet fijn. En het beste is eigenlijk om dat echt op camera voor in de film vast te leggen. Want dan ziet de kijker ook van, oké, dit zijn de dingen waar we rekening mee moeten houden. Maar ook van, dat vindt ze juist heel erg lekker. Als bijvoorbeeld de actrice zegt van, nou, ik word echt zo opgewonden als je in mijn nek zoent. Nou, dat is bij hun ook weer een opwinding. En je hebt je consent erop staan. Oh ja, gewoon consent op beeld. En dat is dan ook voor de kijker leuk. Precies. En dan is het bijvoorbeeld leuk als gewoon de acteurs en actrices dat samen bijvoorbeeld doen. Dat ze dat gesprekje maken. Want dat maakt het ook heel persoonlijker. Leren ze elkaar ook wat beter kennen gelijk. Ja. En dan is die blokkade of het ijsbreken is gedaan, zeg maar. Oké, dus de vraag te vragen. Heb jij je vandaag prettig en veilig gevoeld? Echt top. Ja? Dat zou ik zo weer doen. Echt? Echt waar. Jij goed ook? Teken. Ja. Kijk, dat is goed. Moet wel van beide kanten. Oké, dan sluiten we nog even af met één goede sessie. Goed? Helemaal goed. Oké, gaan we. Piu, pauw, piu, pauw, piu, pauw, piu. Kijk. Ze is los. Yeah. Yeah, ze is los. Iemand, een idee voor een naam. Oh, Gwen. Is het al gelukt of niet? Nee. Nou, ik heb even gecheckt en even kijken, ik kan 7 juni draaien. Echt? Oh my god. Oh, wat chill. Oh my god. Gwen, ik ben zo blij met jou. Yes! Want het is natuurlijk voor mij nog allemaal best wel spannend en nieuw, omdat ik dus de regie ga doen. Maar ik ben heel blij omdat ik jou natuurlijk al ken en ik weet hoe fijn gevoel je ook de acteurs kan geven. En dat gewoon dan helemaal goed komt. Want we gaan dus... Oh ja, misschien is het goed. Wacht. Oh, ik ben zo blij dat het is gelukt. Oké, nou, thanks voor alle moeite en dan hebben we nog contact. No problemo. Oké, dankjewel, yo, schat. Doei. Oh my god, yes. Dit is gelukt. Was ook echt een van mijn eerste belletjes. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Die kunnen we ook afvinken. Check. Volgende week krijgt mijn pornofilm pas echt vorm. Want ik ga op zoek naar een locatie. I'm looking for a room and a little bit of a luxurious room to shoot a pornfilm. En acteurs.